Het ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme, TCT, heeft in samenwerking met de Internationale Maritieme Organisatie, de IMO, en de Suriname National Maritime Associatie, SNMA, een National Workshop on Maritime Transport Policy georganiseerd. Gisteren was de openingsceremonie. Volgens TCT-minister Albert Jubitana is de toekomst van Suriname afhankelijk van een goed en uitvoerbaar maritiem beleid, waarvan het maritiem vervoersbeleid een segment is. MAS-directeur Michel Amave meent dat de workshop belangrijk is voor Suriname, omdat hiermee een integraal maritiem beleid zal worden uitgestippeld. Currently, there is no integral maritime policy and there is no effective coordination of maritime developments in Suriname. That is why my ministry submitted also a request to the International Maritime Organization for technical assistance in developing our maritime policy. The national maritime policy must result in an integral chain policy and strategy that must include the total transport-related segments. Dus waarin al die zaken die we doen, worden vastgelegd. Eigenlijk voor ons nu, maar nog meer ook voor toekomstige generatie. Dat elke groep die komt, of het nou is de private sector of het is de regering, dat er een strategisch document is waarbij duidelijk is waar Suriname naartoe gaat met die maritieme ontwikkeling. Zodat we eigenlijk 100% voordeel kunnen halen uit die maritieme sector. En daarvoor hebben we dan een verzoek gericht aan de Internationale Maritieme Organisatie. Het is bekend dat de Surinaamse maritieme wet en regelgeving enorm is verouderd en niet meer van deze tijd is, zegt SNMA-voorzitter Patrick Healy. Volgens Jonathan Pace, hoofdtechnische divisie van IMO, zullen zij proberen om zoveel mogelijk kennis over te dragen aan de participanten van de workshop. Dus het opstellen met support van de IMO van een maritime transport policy gaat dus dan alle facetten van het maritiem gebeuren bij elkaar brengen. En onder één policy, lange termijn, 50 jaar, een visie proberen naar voren te brengen. Zodat we in de eerste instantie heel veel van de maritieme activiteiten die we nu ontplooien, daadwerkelijk meer kracht te geven. Maar zeker rekening houden met de nabije toekomst en offshore bedrijvigheid is het maritiem gebeuren wordt eigenlijk belangrijker en we moeten er goed voor waken en we moeten ervoor zorgen dat de nodige wetgeving, regelgeving, internationale verdragen allemaal in place zijn. On how to prepare and develop such a policy for Suriname, which will indeed be a part and parcel of a holistic maritime policy for the country. Such a workshop is for the organizers, in this case the Suriname National Maritime Association and the Maritime Authority of Suriname, to ensure that the participants are representative of various ministries and agencies and also stakeholders of the maritime sector. Met deze driedaagse workshop wordt er een aanvang gemaakt met de totstandkoming van een langtermijn nationaal maritiem beleid. De deelnemers zijn vertegenwoordigers uit de publieke en private sector die getraind en begeleid zullen worden in het eerste traject om te komen tot een nationaal maritiem beleid.